somebody on my channel. I don't know who it was. This is it. There's still some ice, snow. Let me tell you a bit more about my wrist. I went through the doctor 1 week ago for a second opinion. That doctor told me, don't do another surgery right now. I don't know what to explain in English, so I'm gonna go to Dutch. Het zou betekenen dat ik een nieuwe operatie moet krijgen. En er bestaat alsnog een kans dat het weer niet geneest, omdat het blijft zeg maar een slecht doorbloed botje. En het zou dan een operatie zijn waarbij ze een stuk heup plaatsen in mijn pols. Dan zou ik echt weer maanden uit de running liggen. En aan de hand van de klachten die ik nu dus heb, raadt hij het me op dit moment af om te doen. Hij zegt, doe over een jaar of 2 jaar weer een foto. En kijk of de positie van je scafoïd is veranderd. Want de positie van mijn scafoïd is op dit moment in de juiste positie. Waardoor ik geen, of tenminste weinig kans heb op artrose. Of er nou een breuk in zit, er wel of er niet. Als de positie van de scafoïd maar goed blijft staan. Dan zou het in principe niet heel veel artrose moeten opleveren. Maar de pijn van de breuk die blijft, maar het is acceptabel. En eigenlijk zou ik pas weer het risico van een andere operatie moeten doen. Of moeten nemen. Als de positie van de scafoïd verandert. Dus weer meer kans op artrose zou veroorzaken. En als ik dus veel meer pijn zou krijgen. Dus voor dit moment zie ik van de operatie af. Sorry I didn't do it in English, but it was too much. That's it. Vamos.